Alex Pastoor, je gaat er uiteindelijk met 0-4 vanaf tegen eredivisionist NEC. Hoe heb jij deze wedstrijd van vanavond ervaren? Nou, ik vond het aan de ene kant wel pijnlijk. Aan de andere kant vond ik het goed om te zien waar we dingen hebben laten liggen. Want dat is toch een kwestie dan van een bepaald soort informatie verzamelen. De eerste 10 minuten vond ik dat we veel en veel te veel respect toonden voor de tegenstander. Zowel als we de bal hadden als wanneer we aan het verdedigen waren. Toen kwam er een fase van een minuut of 20, misschien wel 25, waarin we de bovenliggende partij waren. Waarin we veel beter verdedigden, maar vooral veel beter aan het aanvallen waren. Inmiddels stonden we natuurlijk wel met 1-0 achter, daar waar we 1-0 voor hadden moeten staan. Door Hilterman, na 3 minuten? Ja, en in de fase dat we goed waren, ja, dan moet je natuurlijk ook op een gegeven moment 1 of 2 goals minimaal maken. Omdat we op dat moment de bovenliggende partijen in de wedstrijd waren. En in die laatste 5 tot 10 minuten voor de rust, toen kabbelde ons overwicht weg. En dan is het zeker voor de score, maar ook voor het verder verloop van de wedstrijd natuurlijk heel vervelend dat je die 0-2 om de oren krijgt. Omdat het op dat moment niet nodig was. Je wilde je heel graag meten met NEC. Dat is eigenlijk alleen in de eerste helft gelukt, hè? Ja, dat deel van de wedstrijd. En lukt het ook nog heel goed. Maar die 10 minuten ervoor, die 5 minuten daarna, 5 tot 10 minuten daarna. En vrijwel de hele tweede helft. Is dat helemaal niet gelukt. Zoals gezegd kregen jullie na 3 minuten een dot van een kans op de openingstreffer via Hilterman. Maar die valt na 5 minuten wel voor hun, na die vrije trap. Hoe heb jij die ervaren? Een rare zwabberbal van Tanane. Was die houdbaar? Ja, ik heb hem nog niet teruggezien, maar ik denk dat hij van die afstand er niet in mag. Maar op het moment dat er, en dat moeten we even terugkijken, als er ook mensen in de muur gaan bukken, dan kan je misschien beter niet in de muur gaan staan. Maar dat heb ik nog niet teruggezien, dus dat moeten we eens even bekijken. Daarna herpakten jullie, zoals gezegd, heel erg goed. Hè? En verdien je eigenlijk wel de gelijkmaker. Hè? En ben je daar dichtbij, ja, binnenkant van de paal raakt Alhaft. Dat zit dan even niet mee. Ja, je moet de gelijkmaker maken. Maar je moet er ook misschien wat 1, 2 of 3 daaroverheen maken. Want dat was een fase waarin wij beter waren. En met name aan de bal. Ja, dat was natuurlijk niet zo dat we 2, 3 kansen hadden om voor een leeg doel binnen te tikken. Maar het waren wel 5 of 6 momenten waarin we veel gevaarlijker hadden moeten worden. Waarbij en iemand niet klaar staat om in te tikken. Of waarbij de voorzet niet of te laat komt. Waarbij we een vrije schietkans hebben en hem overschieten. Allemaal dat soort momenten waren er. Er was nog een steekbal van Anthony op Pascu. Die hij dan op zijn hak krijgt. Ja, dat had veel meer goals kunnen. En op dit niveau moeten opleveren. Ja, zij uiterst effectief, vlak voor rust, Tafsan. Ja, is dat misschien ook een beetje het verschil tussen een eerste en een eredivisieploeg? Dat zij dan gewoon wel die kansen maken? Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat je in het afwerken grote kwaliteit zag bij de tegenstander. Waarbij het voor mij ook vrij simpel blijft dat je in die momenten gewoon, het klinkt heel simpel, maar korter, scherper en harder moet dekken. En dan komt iemand helemaal niet aan schieten toe. Bij rust wissel je Limbombe voor Royo. Waarom was dat? Nou, Anthony, die hebben we een hele tijd niet op het veld gezien. Dus vond je hem spelen in de eerste helft? Ja, ik was daar zeer tevreden over. Initiatief, acties aan de bal, richting de goal. Dus het rendement had wat groter kunnen zijn. Maar we hebben hem de hele tijd niet gezien, dus daar was ik goed over te spreken. En 45 minuten was echt het matje vandaag. Ja. Dan wordt het uiteindelijk na een uurtje spelen 0-3, intikkertje Marquez. Toen geloofde jij het ook wel, hè? Getuigen de wissels, je haalt Hilterman naar de kant, Peña naar de kant. Belangrijke spelers met het oog op zondag sparen. Ja, op een gegeven moment moet je je verlies nemen. Ja. En ik vond dat het best wel aardig probeerde in de tweede helft, hoor. Maar het echte geloof zag ik er niet in terug. En dus de echte kwaliteit die we kunnen brengen, die zag ik daar ook niet in terug. En op een gegeven moment is het over en sluiten. En dan moet je je verlies nemen. Dus wat je zegt, dat klopt. Ja. Dan wordt het nog 0-4 in de slotfase. Wat betekent deze nederlaag richting zondag? Thuiswedstrijd tegen Willem II? Nou, dit is een letterlijk tussendoortje die over een andere competitie gaat. En verliezen is nooit leuk. Dat is vervelend. Maar goed,
Ik vind altijd, zoals nu, dan analyseer je en dan... Dat helpt altijd om tot rust te komen. Of je dan in de euforie bent of je bent juist ter neergeslagen. Dus we gaan door waar we gebleven waren. En we gaan 3 dagen herstellen en dan gaan we tegen Willem II spelen.